Bij deze extra uitzending van Weiland Proot. Het is tijd om te gaan stemmen, Emil. En eindelijk komen we erachter of ze mogen blijven of dat ze moeten gaan. Ja, die moeten eindelijk wel blijven, want daar kunnen we nog misschien wat van leren. Oh, vind ik ook. Ja, dat vind ik ook. Ja, die zien al, te lang print. Als we nog kans willen maken, dan moeten ze echt weggaan. Ja, nog 700 dagen moeten ze echt gewoon. Ja, ik vind wel echt dat ze moeten blijven. Ja, ik wil eigenlijk onze dans wel gerne genoeg op de zee. Ja, ja, ja. Van ons was ze gewoon. De man is hier veel te klein. Die past ons beter. Ik vind dat die moeten gewoon. Die wachten zijn allemaal veel te kort. Ja, 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 vind ik ook. Goedemorgen allemaal, beste leden van de Jeugdenstuif. Welkom bij deze bijzondere Weiland Proot. Dit is een extra uitzending. 740 dagen zitten we al met ons huidig trio. En het wordt tijd om te gaan beslissen of ze nog langer mogen blijven of dat ze moeten gaan. Vandaag ziet gij allemaal onderdeel van dit gebeuren. Je mag allemaal ook eigen stem uit gaan brengen. Dat doen we dadelijk in de vorm van een stem in de pot. Maar eerst een belangrijke vraag. Tim, wil zich die prinsen immuniteitsketting inzetten? Nee. Heb ze hem nog? Ja, ik heb hem nog wel. Laat eens even zien dan. Wil ze de inzetten vandaag? Nee, dat hoeft niet. Denk ze dat het niet nodig is? Nee. Goed zo. Joeri. Die pap is de baas van ons residentie. Kent hij niet wat regelen voor de gekke mondag? Weet ik niet. Weet ik niet. Dat klinkt hoopvol. Wellicht. Of misschien moeten we toch wachten tot 11 november. Laten we even kijken. Wat hebben we nog meer? Quinn. Wie is dat nou zo zonder gekke mondag? Saai. Missen het een beetje? Ja. Jammer. En dames van de garde, heb je al vroeg geoefend? Heb je al kunnen dansen? Kwartier of niet? Ja. Zeker. Yvonne, het is tijd om te gaan stemmen. Mag ik? Laat eens gewoon beginnen. Vinnie, dicht mag ze als eerste gaan stemmen. Het is die beurt om te gaan stemmen.
topseizoen gehad. Van mij mogen ze blijven. Gewoon. Ze moet daar gewoon. De mantel zien te klein was een beetje beter. Kees, ook dit wist niet zo moed van brengen. Boom, is dit. Zo, 23 stummen in de pot. De eerste stum. Ze mogen blijven. Tweede stum is blijven. Derde stum, gewoon. Weg, ze moeten gewoon. Jongens, we hebben 22 stemmen geteld. 11 keer voor, 11 keer tegen. De laatste stem is bepaald. Met een eindstem in de pot. De jongens van het trio, Tim, Stan en Jelte, motten gewoon. Jongens, het is gedaan voor ons. Het is verweend. Jongens, dat betekent dat je dat afscheid mag nemen van het oude jeugdtrio. Dat is het nodige moment om er even afscheid van te nemen. En dan mag je terug voor het gebied. Tim, wat is hier op die reactie? Ah joh man, ik zou nog hier als jeugdtrio willen zitten bij de jeugd zitten. Ja, dat is balen dat het ook nog weer niet door kon schoon. Dat begrijpen we wel. Het enige wat er nog overblijft is het inleveren van een kleier. We werken hier op met de kist om volgend jaar in het nieuwe seizoen weer te hergebroeven. Ga je het pakken? Wat er allemaal netjes in de kist. Kijk van de Heineken goed door. Jongens, het is gedaan. Haaien. Dank jullie wel. Yeah.
is vuur.